Hij geeft vandaag met een gloednieuwe workout. Full bodyweight. En het is niet zo zwaar. We gaan gelijk erin springen. Maar eerst intro. Alright peeps, de warm-up van vandaag. We beginnen met een single leg deadlift bodyweight. Oké, dus eigen bedoeling is, je gaat met je benen staan onder je heupen. Oké, maak jezelf zo lang mogelijk. Je mag zelf kiezen of je doet je armen gestrekt naar beneden. Oké, als je bovenlichaam naar beneden gaat, ga je je been naar omhoog. Dus één ding wil je niet zien, is dat je eerst gaat buigen door je heup en daarna volgt de been. Dat wil je eigenlijk niet. Het moet in een plank in beweging gaan. Dus maak jezelf zo lang mogelijk. Ik vind het fijn om mijn armen te strekken. Dan heb je iets meer balans. En dan ga je naar beneden. Je hoeft de grond niet aan te raken. Werk een beetje op je balans. Voel de hamstring stretchen. Dat doen we. 10 met één been. 10 andere been. En dan switchen wij voor de volgende oefening. Oké, zit nu op 5. Als je goed kijkt, mijn achterste voet wijst naar beneden. Dus het is niet zo dat hij naar buiten draait. Hou je balans, core tight. 6. 7. 8. 9. En 10. Netjes. Dat was één been, ga je gelijk door naar de andere been. Solve your day. Oké, dus nogmaals, been onder je heupen. Maak jezelf zo lang mogelijk. Oké, achterste been wijst of achterste voet wijst naar beneden. Niet naar buiten, dat willen we niet. Oké, dan hebben we gebruik ook iets meer core. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Volgende oefening. We gaan gewoon gelijk squat, air squat. Binnen onder je schouders, armen naar voren, borst omhoog. Dan ga je squatten, gewicht op de hakken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, we doen 10 andere kant voor 20 totaal. Als je kan zien, ik vind het fijn om mijn armen voor te strekken. Dat helpt mijn balans te hebben om mijn borst omhoog te houden. Oké, als je dat onder controle hebt, onder de knie hebt, je mag ook je armen laten hangen. En zorg dat je borst omhoog houdt. Maar als je een beetje meer struggelt, ik zou zeggen, houd die handen of je armen zo hoog mogelijk. Dat helpt je borst omhoog houden. Oké? Werk op je mobiliteit. Zorg dat je heupen onder je knieën zakken. Als dat niet lukt, geen probleem. Probeer zo diep mogelijk te zakken. Alright. Vervolgens hebben we armcirkels. Oké? Arm helemaal gestrekt. Ga naar voren. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. Alright, dat was één ronde. Doe je 3 ronden totaal voor de totale warm-up. Oké? Dus 3 ronden van 10 single leg bodyweight deadlift. 20 air squats en 10 armcirkels naar voren, 10 armcirkels reverse naar achter. Oké? Dan doe je 3 rondes en dan heb je de warm-up voor vandaag. Alright, de workout voor vandaag. We hebben 5 rondes. 5 rondes. We beginnen eerst met 10 dive bombers. Dive bombers, je kent het wel, met andere woorden de yoga push-ups. Oké? Het is best wel pittig. We hebben 2 versies die we kunnen doen. Als je de full versie te zwaar vindt, dan doen we een scale optie. Oké? Alright, voor de dive bombers. We beginnen eerst. Billen omhoog. Oké? Kijk naar beneden. Of met andere woorden, kijk naar achter. Je voorhoofd wijst naar beneden toe.
dan ga je helemaal een laaf omhoog. Oké, okay, dan ga je terug naar beneden en duw jezelf terug. Oké, okay, naar de beginpositie. Dus, we gaan eerst helemaal laag. Denk je wilt de vloer aanraken met je hoofd. En dan ga je omhoog in een cobra terug naar beneden en duw jezelf terug. Als deze te zwaar voor je is, we kunnen de volgende doen. Beginpositie blijft hetzelfde. Oké? Okay? Dus bil omhoog. We gaan proberen je hoofd naar de grond te duwen. Dan gaan we naar voren toe in de cobra. Van de cobra ga je weer beginpositie met je bil omhoog. Dus denk, raak de grond aan met je voorhoofd. Ga in de cobra, duw je bil omhoog. En ga je terug in de beginpositie. Oké? Okay? Oké, okay, dus dat is de eerste oefening. We hebben 10 herhalingen. 10 reps. Oefening nummer 2. We hebben een lunge. Maar je gebruikt elke keer hetzelfde been. Dus laten we zeggen, begin met de rechterbeen. Je doet 10 keer het rechterbeen. Dus je stapt naar voren. Kom terug. Hetzelfde been gaat terug. Oké, okay? Denk aan borst omhoog houden. Je hebt buikspier, core en een groot. Je hoeft je grond niet aan te raken. Maar probeer je knie zo diep mogelijk te buigen. Oké, okay? Dus dat is 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is één been, dan switch je het andere been. 1, duw terug. Terugduwen. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 en 10 voor 20 herhalingen. En vervolgens de laatste, we hebben broad jumps. Met de broad jumps kan je ook twee dingen doen. Je kan kiezen of je gaat de echte frog jump broad jumps doen of je kan squat jumps doen. Voor degene die squat jumps gaat doen, stel dat je niet genoeg plek hebt, je wil één plek blijven staan, dan doe je gewoon een squat jumps. Wat we hebben gedaan in de warm-up, dus gewoon squat en nu gaan we springen. Dus we gaan van hier, ga je springen zo hoog mogelijk en ga je weer gelijk in je squat. Oké? Okay? Als je genoeg plek hebt, je hebt een porch of ergens waar je broad jumps wil doen, dan kan je gewoon broad jumps doen. Dan is letterlijk, we gaan springen en je gaat gelijk door in de volgende positie. Oké? Okay? Dus nogmaals, we doen van squat. Springen in de squat, springen in de squat, et cetera, et cetera. Deze zijn 30 herhalingen. Squat jumps, alles blijft hetzelfde. Als je squat jumps wil doen, je gaat naar beneden, omhoog, full jump, full squat voor 30 stuks. Oké? Okay? Alright. Dus ik ga het nog een keertje uitleggen, de totale workout van vandaag. We beginnen eerst met dive bombers. 10 stuks. Je kan de full oefeningen doen, wat eigenlijk de pittige is. Mocht dat te pittig voor je zijn, dan doe je de scaling versie. Dan doe je de dive bomber, ga je een cobra, doe de billen omhoog, ga je terug in de beginpositie. De tweede oefening, we hebben lunges, single leg, doe je alle 10 eerst. Oké, okay, kom je terug. 10 links, 10 rechts of 10 rechts, 10 links. Je mag zelf kiezen. En als laatste, we hebben 30 broad jumps of squat jumps. Nogmaals, als je plek hebt, dan doe je de squat jumps of de broad jumps. Als je geen plek hebt, als je binnen huis of ergens doet waar je geen plek hebt, dan doe je gewoon squat jumps voor 30 herhalingen. Deze 5 rondes, de eigen rondes, mag je 1 minuut rusten. Dat hoeft niet. Als je iets pittiger wil maken, dan hoef je niet te rusten. Dan ga je gelijk door naar de volgende ronde. Dus dan heb je 5 rondes, geen rust, gewoon doorpushen. Mocht het te zwaar voor je zijn, geen probleem. Dan doe je 5 rondes, maar na elke ronde neem je even wat seconden rust. Maximaal 1 minuut lang. Oké? Okay? Alright, peeps. Dit is het workout voor deze week. Hit hem. Dunk weer. Ga ervoor. Push it. Maak het af. Oké? Okay? Ga gewoon op je eigen tempo. Doe wat je kan. Daag jezelf uit. Zorg eerst dat je techniek goed zit. Voordat je gaat doorpushen voor tijd. Oeh. Allright, dit was het voor mij deze week. Ah, ik zie jullie volgende week weer. Oké? Okay?
set them up. Ciao.